Oké, okay, ik wil het even een beetje over hebben, over wat een stel ongelofelijke honden badou uh, is, zijn. En hoe ze op genante wijze uh, de gullible mannen eigenlijk geld uit hun zak kloppen, door hun vrouwelijke leden te prostitueren. Het is echt, het is echt slecht. Oké, okay, we gaan kijken. We gaan kijken bij leden in de buurt. Leden in de buurt, nou, dan zie je hier. Hé, hey, ik zie uh, Metaxa. Dat is een leuke meid. Nou, klik. Ik ga haar liken. Heb ik al, had ik al gedaan. Weet je wat, ik ga met haar chatten. Ik zie hier dat ik nu met haar kan chatten. Zie je hier, nu chatten, klik. Hé, hey, ik zie een scherm en ik kan gaan typen. Oké, okay, wat je even moet snappen, is het volgende. Zie je hier, hé, hey, je kan gewoon gaan typen. Ja, in het midden staat iets, dat zal wel. Ik kan hier typen, dus dan ga ik typen. Wat je moet snappen is, over het algemeen op dit punt heb je al credits gekocht. Want met die credits heb je functionaliteiten waar je iets aan hebt. Weet ik veel, boost of... Wat, wat, wat de mogelijkheden er zijn. Je hebt een pak aan credits gekocht. En die credits die je koopt sluiten nooit aan bij hun dienst. Dus dan koop je 500 credits. En je gebruikt maar 200. Dus 300 blijven hangen. Of je hebt er 600 nodig. Dus dan koop je er 1000. Blijven er 400 hangen. Dus over het algemeen hebben mensen gewoon credits over. Dus een gozer die dan dit, dit scherm ziet. Die klikt hierop. En die gaat dan typen: Bam. Doe is 450 credits kwijt. Voor 450 credits kun je direct gaan chatten. Staat hier in klein en eronder. Niemand ziet dat. Dus al die mannen die dan credits gekocht hebben, zijn het in no-time kwijt, weten niet waaraan. Ga mij dan uh, boos meden dat mijn artikel over Badu best goed bekeken wordt. Hé, hey, waar blijft mijn credits? Gast, dat is het systeem. Het is zo crappy gedesigned dat jij, zonder het te weten, om met vrouwen te chatten, daar credits in hebt gegeven. Fout, fout, fout. Het kan erger, jongens. Even, dit is echt vreselijk. Kijk even mee. We gaan naar live. Het idee van live is, is dat je dus hier met uh, vrouwen kunt gaan video-dingessen. Uh, video, uh, video uh, Jesus, video-chatten. Dus, want we weten allemaal natuurlijk dat er geen betere manier is om persoonlijk in contact te komen met elkaar en elkaar te leren kennen. En op een gelijkwaardige, eerlijke wijze te connecten. Door één vrouw die dan met. 30 mannen tegelijk gaat lopen. Uh, cammen. Ja, dat was het. Cammen. Oh, het is echt verschrikkelijk. We gaan even kijken. Misschien uh, vinden we een, een leuk. Misschien vinden we leuk die ergens gaat. We gaan hier bij deze dame kijken. Nou, Oké, okay, daar gaan we. Dit hier in de chatroom. Tien gasten zitten hierin. Zitten. Zit. Oké, okay, de hond moet zitten. Hij zit. De hond moet zitten. Zit. Nee, snap nou. Oh, Dit is toch vreselijk, jongens. Dus die meid zit nu met uh, 15 gasten tegelijk te chatten. En dan kunnen ze ook nog eens bepaalde challenges meegeven aan... Het kan zijn bepaalde challenges van... Uh, zoveel credits, dan ga ik een minuut lang uh, een touwtje springen. Zoveel credits, dan ga ik... En die credits gaan niet naar haar. De credits gaan gewoon naar Badoe, betreffende dame. Die zit daar een beetje... Voor de aandacht. Even kijken hoor. Zullen we nog eentje kijken? Als dit niet is, dan, dan ben ik er klaar mee. Het is fucking tijd. Uh, even kijken. Dit is Nederland. Dit is Engels. Nou, daar heb ik geen zin in. Hier, dit is het. Oké. Okay. Schijnbaar gelukkig weinig vrouwen doen het in Nederland. Ik zit hier in de buurt. En ik zie alleen maar... Is, 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 is deze dame... Hier, hier. Kijk. Nog één. Gaan we hoor. Deze dame zit hier, ik weet niet of je het al ziet, een uur en 45 minuten te cammen. We gaan luisteren. Hey Reggie, ik ga je bellen, ja? Ik pakken ze naar de Snap je? Jij snapt hem, Pot, Potverdorie! En dit gaat dan een uur en drie kwartier door. Oké, okay. oké, okay, dan gaan we hoor. Dan denk je van, ik wil hier weg. Dit is ellende. Kill me now, please. Toch? Dat denk je. Oké, okay, dan ga je kijken hoe je kan, hoe je, hoe je kan uitschrijven. Oké, okay, dan gaan we hoor. We gaan, we gaan even kijken of je op een relaxte manier je kan uitschrijven. Dan gaan we naar instellingen. Uh, dan gaan we helemaal naar beneden. Account verwijderen. Ik weet niet of je het kan zien. Zo, account verwijderen. Dan ga je kijken. Account verwijderen. Ik wil gewoon mijn account verwijderen. Op Badoe blijft het natuurlijk heel groot. Verder weer licht en klein. Oké, okay, ga je alsnog verder. Oké. Okay. Uh, andere reden, badababa, omdat jullie kut zijn. Weg, verder, weg hier bij Badoe. Voer je wachtwoord in om je account te verwijderen. Hoe kan ik mijn wachtwoord invoeren als ik heb ingelogd met Facebook? Moet ik dan mijn Facebook-dinges gaan, gaan invoeren? Verwarring al om. Heb ik gedaan, werkt niet. Dus ik moet nu gaan uitzoeken hoe ik me alsnog kan afmelden als ik me met Facebook heb aangemaakt voor Badoe. Sowieso dat dan een heel groot deel van de mensen. Gewoon afhaken en daar maar blijven. En als ze ook eens een account hebben of een abonnee, vergeet ze dat. Uf, ik heb niet eens zin om er heel lang nog verder over door te gaan. Badoe, zijn een stel honden. Moet je erbij wegblijven? Dat, dat is het rare. Omdat het best wel een stel idioten aantrekt. Als jij als man een klein beetje normaal doet, kun je echt al snel uh, telefoonnummers en dergelijke krijgen. En is het echt niet per se helemaal KUT. Maar dit is zo... Maar, ja, dan, moet je, dan, maar dan moet je wel gewoon al die gare tricks omzeilen zeilen. Uh, oké okay. nou ja genoeg hierover fijn dat je even bij je kon luchten deel jouw ervaringen hieronder ik check je later ciao